En nu een exclusief voorsmaakje van de nieuwe DreamWorks Animation film, De Pinguïns van Madagaskar. Antarctica, een onherbergzaam niemandsland. Maar zelfs hier, op het bevroren achterwerk van de aarde, vinden we leven. En niet om het even welk leven. Pinguïns. Vrolijk, gekscherend, waggelend, snoezig en poezelig leven. Moet je hen zien, tuimelend op hun mollige poepjes. Wie neemt deze levendige kleine sneeuwpopjes? Serieus? Mensen, weet iemand eigenlijk waar we naartoe marcheren? Dat doet er niet toe. Ik stel niks in vraag. Ik ook niet. Ik ook niet. Oké, we vliegen gewoon naar het begin van de rij en zien het zelf wel. Kowalski, Rico, start de luchtbewaking. Vooruit dan, doe het dan. Kom aan. Schipper, we kunnen blijkbaar niet vliegen. Allee, waarvoor dienen de deze dan? Oh, dat is plezant. Hey, deze kan ons ding zijn. Hoe noemen we het? We noemen het, hoge plets. Hey, heb je dat gezien? Dat is een ei. Weet je, elk jaar verliezen we een paar eieren. Dat is de natuur. Weet je wat? Ik verwerp de natuur. Wie doet er mee? Het oude schip. Niemand is er ooit levend van teruggekeerd. Relax, Kowalski. Er zit zelfs een vogel beneden. Kijk, hij is oké. Zeeluipaarden, de slangen van de natuur. Zijn slangen niet de slangen van de natuur? Weet ik veel. Ik woon in die stomme, bevroren tundra. Ze gaan naar ons ei. Hoe raken we naar beneden? Asap! Al wat we nodig hebben is 90 meter zeewier. Piep klein en hulpeloos. De babypinguïns zijn verlamd door angst. Ze weten, een val van deze klif betekent hun dood. Pascal, geef ze een tikje. Dan maken we ons kwal vast die we getraind hebben om simpel opdrachtjes uit... Dat trekt er al mee op. Goed gedaan, Rico. Niet afgeven, hè. Oké, dat werkt precies wel. Naar boven, mannen. Boeja, succes. We maken ons klaar om te schieten. Even wachten. Zouden we niet schieten? Pas als we het wit van zijn ogen zien. Het is vooral pupil. Heel weinig wit, bijna niks. Ze moeten toch een heel klein beetje wit hebben, hè? Echt helemaal niks. En als we nu heel erg naar links kijken... Klaar voor lancering. Kowalski, analyse. Wij zijn hier echt heel, heel geweldig in. Hoge plets. Yes. Oei, mijn fout. Kijk, dit is het wonder van de geboorte. Een moment van uitzonderlijke schoonheid. Ah, dat is walgelijk. Ik denk dat ik ei-water in mijn mond heb. Hallo, zijn jullie mijn familie? Ja, jij hebt geen familie en we gaan allemaal dood. Wat? Ik dacht dat we daar allemaal aan het knikken waren. Er gaat niemand dood. Weet je wie je hebt, jongen? Je hebt ons. We hebben elkaar. Als dat geen familie is, dan weet ik het niet. Kowalski, wat is onze situatie? 95% zekerheid, nog altijd gedoemd. En de andere 5%? Avontuur en glorie, zoals geen pinguïn ooit gekend heeft. Daar zet ik op in. Ontdek het onbekende verhaal over hoe vier broers de pinguïns van Madagaskar werden. Binnenkort in de bioscoop.